EFSA dus staat voorlaatste, onbegrijpelijk gezien de kwaliteit die je nu bezit. Uh, ja, uh, onbegrijpelijk is, is een groot woord, maar het is in ieder geval zeer teleurstellend dat we met deze selectie en deze mogelijkheden voorlaatste staan. En dus in een, in een moeilijke positie zitten na negen wedstrijden. En uh, daar uh, waren we niet van uitgegaan, uh, maar we staan er wel en uh, het resultaat liegt niet. 9 wedstrijden, 7 punten. De eerste twee wedstrijden al 4 punten vergaard. Dus uh, het, uh, het resultaat is teleurstellend. Ja, 7 punten, dat is uh, te weinig. Waar ligt dat aan volgens jou? Nou, dat, dat is een, een aantal oorzaken. Uh, kijk, als wij, uh, kijk, zonder chauvinistisch te zijn, uh, kan je met deze selectie ook nadrukkelijk hoger staan. Feit is gewoon dat de wedstrijden waarin wij minder waren, dat we die ook verloren hebben. Maar we hebben tot twee keer toe in deze competitie een wedstrijd gehad. waarin wij de tegenstander als het ware op de knieën hebben. Uh, de tegenstander zich machteloos voelt. Wij ook voorstaan. En dat we tot twee keer toe op eenzelfde manier. onszelf in slaap laten sussen. Verder achteruit gaan lopen. Uh, niet verfrissen. Uh, waardoor we uh, tegen onvoorstelbare twee nederlagen aan zijn gelopen. in Den bos en hier thuis tegen Almere. Ja, je wint 6 uh, 7 van FC Eindhoven, verliest 7-0 van Jong Ajax. En datzelfde FC Eindhoven wint met 2-1 van Jong Ajax. Dat zegt eigenlijk ook hoe gek de jubileek eigenlijk af en toe wel niet is. Dat kan zomaar dus omslaan, ook in positieve zin. Hoe uh, kijk jij en wat verwacht jij van het vervolg van dit seizoen? Nou, het frustrerende op dit moment is, en daar zullen we met z'n allen keihard aan moeten werken... ...en dus ook aan de oorzaken moeten werken, en daar hebben we het intern over gehad. Het vervelende is dat wij een selectie hebben waar iedereen... Behalve misschien jonge Ajax, want dat heb ik vooraf al gezegd, dat vind ik voor ons de moeilijkste tegenstander. Echt van allemaal de moeilijkste tegenstander. Maar dat wij voor iedereen heel lastig kunnen zijn. Maar we zitten nu in een positie voor laatste. De laatste plaats, iedereen weet het betekent degradatie. Dat wij het heel lastig hebben met al die clubs om ons heen. En dat we keihard zullen moeten knokken om met ons voetbal. Wat niet gebaseerd is op inzakken en terugzakken, maar op het lef tonen en initiatief tonen. Om op die manier een tegenstander op zijn knieën te dwingen en dat ook door te zetten. Dat we, dat we daardoor veel meer punten gaan halen. En dan zie jij ook wel, Damien, dat wij ook een selectie hebben die uh, uh, in deze competitie ook veel kan winnen. Maar tot nu toe te weinig resultaat. ben ik mee eens. Als je terugkijkt, dan uh, heb je ook een mooi affiche gehad in de KVB-beker, onder andere tegen Feyenoord. Daar ging wat mis. Uh, jij als directeur van FC Os met altijd eindverantwoordelijk uh, namens de club. Hoe kijk jij terug op die periode? Nou, dat moest een groot feest worden. En dat werd het niet. Uh, ondanks dat we daar wel een, goed, uh, een goede prestatie neerlegden. En, 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 en verliezen. Wat, wat natuurlijk, uh, daar moet je reëel zijn. Uh, meer normaal is dan iets anders. Maar dat moest een feest zijn voor al onze supporters. En dat is niet geworden. En net wat jij zegt. Uh, ik vind dat je toch als club eindverantwoordelijk. Uh, blijft. En dat je daar partners bij hebt. En als daar fouten in gebeuren. dan heb je toch de verantwoordelijkheid. voor die fouten te accepteren. En uh, die hebben we genomen. Maar daarmee. Uh, uh, neem je niet weg dat supporters. Uh, weliswaar geweldig zijn opgevangen door de machinist. en daar uh, op hun wijze het toch nog geweldig gedaan hebben. Maar ze wilden natuurlijk met z'n allen in Rotterdam zijn. en daar zijn we in geschoten ja, Als je kijkt nou naar deze omgeving. Uh... We staan er eigenlijk al een beetje op te wakken, We stond te popelen. Er komt een fantastische nieuwe omgeving aan met de talentencampus. Um, ja, hoe staat het daarmee uh, momenteel? Ja, nou goed, we zijn in een eindfase. En daar heb je altijd wat strubbelingen in, maar ja, je ziet het zelf ook. Het is een enorme kans. En uh, ja, die kans die willen we grijpen, dat is een uitdaging uh, die we ook hebben. Hè, kunnen we dit ook uh, verzilveren? Nou, het geeft ons enorme mogelijkheden en we moeten het uh, vooral als een boost voor de toekomst zien. En uh, ja, het resultaat op het veld laten wensen over is het allerbelangrijkste. Maar dat neemt niet weg dat dit ons uh, ook enorme kansen biedt. Ja, wat zijn huidig de topprioriteiten van het beleid van deze club? Resultaat halen op het veld is gezien onze situatie nu het aller, aller, allerbelangrijkste. Daarnaast is het uh, ook belangrijk. Om uh, gezamenlijk de positieve kracht te blijven vinden, om dit dadelijk te gaan verzilveren. En uh, angst is daarbij een slechte raadgever, al begrijp ik hem wel, maar we zullen toch uh, 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 met veel wilskracht, maar ook met uh, de krachten die wij hebben, onze situatie moeten zien te verbeteren.